Hallo mensen, welkom terug met een video van mij. Het is een hele poos geweest sinds dat ik een video heb gemaakt. Sorry voor dat. Maar ik zat altijd een beetje in de ups en downs, met dat ik geen zin had om video's te maken. Dat heb ik nu wel weer, want ik heb BeamNG. Zoals jullie ook wel een beetje kunnen zien, het staat er niet groot of zo. Maar geloof me, dit is BeamNG Drive. Net gekocht. Ik ga even nu gewoon even lekker spelen. In de free roam wereld. Wat zal ik dan gaan doen? Of zal ik scenario's? Wat valt er onder scenario's? Driver training. Dat doe ik maar. Dat kan waarschijnlijk nogal handig zijn. Ik hoop dat het geluid goed is, want mijn microfoon, zoals jullie misschien kunnen zien, hangt er vanaf hoeveel ik wegkrap van de camera. Zit aan de zijkant van mij, omdat hier mijn stuur zit. Dat gaan jullie bijna zeker weten niet doen. Oké, training 1, acceleration and braking. Oftewel, acceleratie en remmen. This scenario will teach you the basics of driving, acceleration and braking. Minimum completion time 7 seconden. Do not touch any objects. Stop inside the marked zone at the end. Tips and hints. Brake just as you are crossing the double lines. Good luck. Ik moet dus onder de 7 seconden blijven. Ik mag niks aanraken. En ik moet in het vak aan het einde stoppen. En ik moet beginnen met remmen wanneer ik voorbij die leider ben. Oh, hij staat in automaat. Nou ja. Dubbele leider. Used more than 7 seconds. You failed. Oké. Yes! Oké, ik moest gewoon harder op het gaspedaal staan en laten remmen. Ik raakte wel bijna de hooibalen. Maar goed. Dat was dit? Dat was dit blijkbaar. Oké. Driver training 2, cornering. Ja. This scenario will teach you how to use a racing line to quickly take corners. Minimum completion time 13 seconden. Do not touch any objects. Stop inside the marked zone. Tips and hints. Approach along the racing line at full speed and apply the brakes when you reach the double lines. Do not lock up the wheels. When you reach the second set of double lines, switch over to accelerator. Power out of the corner and through the final checkpoint. Oké, het staat ook in dit plaatje. Je moet bij de dubbele leider moet je remmen. Dan moet je, wanneer je net voor het midden van de bocht zit, moet je weer gas geven. Daar remmen en daar stoppen. Maximaal 13 seconden. En hij staat nu in manueel. Oké, ik dacht dat hij nu. Nou, overnieuw maar even. Oké, weet je wat? Laat ik het maar gewoon lekker in de automaat doen. Dan hoef ik me even geen zorgen te maken over het schakelen. Nou kan ik gewoon. Twaalf punt zes. Nee. Dat is arcade, dat is manueel arcade dan. Nu op het rempedaal staat, dan gaat hij achteruit. Oké. Dat was deze. En dan gaan we nu naar scenario's. Hairpins. Oh. 13,5 seconden. Approach full speed and apply the brakes. Reach a circle, switch over the accelerator. Power out of the corner. Oké. Wow, oké. dit is moeilijk, zoals ik al dacht.
Oh ja, ik moet de remmen juist niet lokken. Of ze dingen raken. Ik weet het. Het is ook gewoon moeilijk. Laat me. Ik ga gewoon verder met het scenario. Ja, wat zal ik gaan doen? Jumps. Dat is altijd leuk. Jumps. Een soort short series of small jumps. Oeh. Volgas, AUB. Oh, ik had beter niet volgas kunnen gaan, want dan gebeurt dit. En dit is BeamNG Drive. Ik had toch helemaal niks uitgelegd, wat slecht. BeamNG Drive is een simulator die heel goed erin is om crash dingen te doen. Het is toch een beetje buggy, maar het is ook nog in pre-alpha. Maar als ik nu hier tegenin zou rijden. Nee, oké. Bij deze. Dan zie je echt heel goed. Zo dat. Maar ook. Als ik op een punt kom, dan. Dan doet hij dat echt dat ik op dat. Alsof ik op het puntje terecht ben gekomen. Misschien kan ik het beter met. Zo meteen het vierkantje hier uitleggen. Kijk. Dit is gewoon. Hoe het in het echt ook is. Behalve dat er geen airbrakes poppen. En dat je nu toch wel echt rugpijn en nekpijn hebt. En dat heb ik niet. Ja, rugpijn wel. Nek niet. Moet ik het even serieus doen. Oké, niet vol gas. Perfect! Gewoon echt perfect! Ik red bijna dat er geen. Ja, oké. Okay, mooi. Dit is waarschijnlijk nog iets van pre-alpha dat hij dan niet gewoon stopt. Maar ja. Island Tour. We gaan even lekker een tour nemen over het eiland heen. Dat heb ik nu besloten. We gaan even een eilandtoertje doen. Als het zou laden, in elk geval. Island Tour. Complete circuit of the island in de 280 BX. Dat is waarschijnlijk de auto. Tips and hints, apart from some road damage, you will be able to drive pretty flat. Oh, pretty flat out around this route. Oftewel, vol op het gaspedaal. Oh, door al de bomen is de frame rate slecht en ik ga 110. Zo moet ik. Nee, deze auto rijdt niet meer. Ik ging een beetje tegen de bomen. Oké, iets minder snel. Maximaal 100. 90 is mooi. Ook het nadeel vind is dat mijn stuur, het kan aan mijn stuur liggen of aan het spel. Er zit een beetje een delay tussen. En ik zag net een wiel wegvliegen. Oh, maar ik rijd nog. Dat is hoe de voorkant eruit ziet. Ik ga het proberen. Oh wacht, ik kan gewoon. Kan ik dat hier ook doen?
gewoon mijn auto resetten. Ja, helemaal het begin. Oké, ik ga het nog één keer proberen. Lukt niet echt. Wat ik zeg, er zit gewoon een delay tussen dat ik dit doe. Oké, dit gaat hem niet worden. Dat is nog één map die ik zag. En die wil ik wel echt even doen. En dat is... Hoe staat die? Get Down. Volgens mij is dit gewoon van de berg gevallen. En zoveel damage als wat mogelijk is aan je auto zien te krijgen. Reach the checkpoint at the beach. Ja. Kom maar even mee, hè. Zo valt hij even. Ah, nee, de bal is niet in. Oh. Ik weet toch echt wel dat. Wat haal ik het? Oké, het is misschien toch niet zo heel realistisch. Ik denk dat ze de deuren er toch echt wel waren afgevallen. Ik haal het gewoon niet. Ah, nog maar een keer proberen dan. Nu naar links te sturen en... Ja, volgens mij zie ik iemands hoofdsteun van zijn stoel door het dak heen komen. Dus je zou kunnen zeggen dat ze het niet zo heel goed hebben. Hij rijdt nog, in ieder geval, hij stuurt. Maar weer kom ik er niet. Misschien moet ik een andere auto nemen. Ja. Maar niet deze ros. Ziet mooi. Ik wil mijn oranje. Ah, dat komt best wel in de buurt. Oké, niet echt, is toch al vertelling. We gaan ook gewoon door. Nee. Oh, opeens popt het gras op. En ik zit vast. Nee. Hij gaat nog. Een soort van 20 km per uur. En ook dan puur wat ver af gaan. Helpt toch wel, maar ik ben ook al 2 minuten 10 bezig om van een berg af te vallen. Wat een beetje jammer was. Is. Nog steeds, want ik ben nog steeds bezig. Kan ik nu ook gewoon zeggen ontplof? Heel. Doe het waarschijnlijk iets beter dan een sportauto van de berg af. Ik kom alleen niet bij het checkpoint. Maar hij is toch vrij heel, dus waarschijnlijk kan ik er nog heen rijden. Dat is toch aan de linkerkant.
zo hobbelig. Checkpoint. We gaan nu gewoon. Oeh, het strand op. We zijn op het strand. Ja. Mensen, dat was het voor deze video. En ik kijk daar de camera. Maar de microfoon hangt hier. Dus ik ga nu even zo zitten dat mijn stem wel goed op wordt gepakt. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Tot de volgende video.